Ja, vooraf aan deze wedstrijd, het bericht dat de Dutch Windmills niet meer meedoet, kwam deze wedstrijd daardoor misschien in een wat ander daglicht te staan, omdat de belangen van de play-offs nu ietsjes gewijzigd zijn daardoor? Ja, ten eerste vind ik het heel vervelend dat Dordrecht natuurlijk eruit is. Sowieso voor Geert. Ik gun hem, dit gun ik hem ook niet, zeg maar. En voor ons, ja, ik had liever gewoon op eigen krachten het gehaald, play-offs. Maar ja, dan moet de knop om. Het is wat het is. Wij kunnen daar niks aan veranderen. En we moesten vandaag gewoon een wedstrijd spelen. En ik vond dat we eigenlijk 30 minuten echt heel goed speelden. En 10 minuten eigenlijk niet aanwezig waren. Maar ja, winnen en... Dat is denk ik belangrijk, dus ik ben blij dat we gewonnen hebben en dat het niet een flater is geworden, dat we niet ready waren ofzo. Ja, want de afgelopen wedstrijd tegen Rotterdam was het echt na het derde kwart wel over. Ja, wat hebben jullie eigenlijk anders gedaan deze wedstrijd dan daarvoor? Nou ja, nee, we hebben eigenlijk voor de rest niks anders gedaan. Maar weet je, het is zo'n verschil als je een paar balletjes van buiten raak schiet. In Rotterdam schoten we alles mis, terwijl ik denk dat we ongeveer wel dezelfde schoten kregen als we nu kregen. Dus het is, ja, dat is basketbal. Soms maak je een paar balletjes en soms mis je een balletjes. En vandaag gingen ze erin. Die Meo was lekker bezig in de helft. En dat scheelt. Ja, en dan zaterdag moet ik zeggen Zwolle thuis. En dat zijn misschien wel ook de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Ja, nou ja, we gaan sowieso de play-offs halen. Dus daar hebben we nog geen thuiswedstrijd natuurlijk. Maar we moeten tegen Zwolle er staan. Zo'n topteam natuurlijk. Dus we zullen zien. We moeten gewoon ready zijn. Thuis maken we het iedereen lastig. Dus ik hoop dat we zaterdag gewoon in ieder geval het ze heel lastig kunnen maken. Ja, succes alvast. Dankjewel.